In het kader van de Internationale Dag voor Veiligheid en Gezondheid op de Werkvloer morgen is vandaag de training Essential of Occupational Safety and Health gelanceerd. De launch vond plaats in het Courtyard Marriott Hotel. De training is het resultaat van een samenwerking tussen de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, en de International Training Center, ICT, van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. Joan Tellecht, gecertificeerd ICT-ILO trainer, zal de training verzorgen. Steve McAndrew, directeur van VSB, zegt dat er verschillende redenen zijn waarom voor deze training is gekozen. Wij wilden ten eerste safety herdenken, middels het benadrukken van de noodzaak om ook op veiligheid en gezondheid te focussen binnen bedrijven. Aan het begin van mijn speech heb ik dit al enigszins benadrukt. Ten tweede zijn wij op de hoogte van het streven van het ministerie van Arbeid om onze verouderde arbeidsomstandigheden wet aan te passen, waarbij Occupational Safety and Health ook de nodige aandacht zal krijgen. En ten derde, de VSB heeft zich gecommitteerd aan het helpen realiseren van de Sustainable Development Goals, SDGs, welke in september 2015 door de wereld zijn geadopteerd. Met name SDG nummer 8, Decent Work, is voor ons van enorm belang, zeker als werkgeversorganisatie. Maar uiteraard ondersteunen we ook de realisatie van de andere doelen. Omdat wij graag een holistische duurzame ontwikkeling in ons land gerealiseerd zien. Dus wij zien ook graag dat vraagstukken betreffende gezondheid, gender, jeugd, noem maar op, in ons land gerealiseerd worden. De training is bestemd voor directieleden en safety and health managers. John Kortaar, waarnemend inspecteur-generaal van de dienst Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid, zegt dat bedrijfsgezondheidszorg niet alleen uit veiligheid en gezondheid bestaat. Volgens hem komt welzijn er ook bij kijken. Anderzijds moet volgens Kortaar de Internationale Dag voor Veiligheid en Gezondheid op de Werkvloer een herdenkingsdag zijn. Ik kan u namelijk niet feliciteren met de dag. We moeten het commemoreren, het is een herdenkingsdag. Waarom? Ik zie nog steeds bedrijfsongevallen met fatale afloop die voorkomen konden worden. Hebben we genoeg in geïnvesteerd? Als werkgever, als bedrijfsleven, als overheid? Ik steek mijn hand in eigen boezem. Maar ik ontbeer echt de middelen om te investeren naar dat niveau waar ik naartoe wil. En jammer, misschien gelukkig, ga ik voor 2 jaar met pensioen. Ik hoop dat de generatie na mij de baton opraapt en met vieren borst. Tegenwoordig moet je in gender dingen praten, maar als ik zeg vieren borst, gaan mensen zeggen, kijk, quota is weer bezig. Maar dat bedoelde ik niet, dat is gewoon figuurlijk bedoeld. Dat we met alle trots een campagne opzetten om datgene dat mij altijd emotioneel maakt op 28 april. Want dan ga ik met de billen bloot. Omdat we nog steeds 1 bedrijfsongeval hebben per uur. We hebben gemiddeld nog steeds 1 dode per maand. Dat wil zeggen, 12 mensen komen nooit meer thuis. John Kortaar, inspecteur-generaal bij de Arbeidsinspectie. Hij sprak vandaag tijdens de lancering van de training Essential of Occupational Safety and Health, gehouden in het Courtyard Marriott Hotel.